Goedendag iedereen op deze 16 maart 2022. Ik ben hier te Hulst in de provincie Zeeland. Ik ben even op verkenning op de locatie van de grote markt van Hulst. Hier de Sint-Willibrord dus in beeld en dan onmiddellijk hier de markt. Zo'n pracht van een beeld hier op de Grote Markt. Ja, vandaag 16 maart gemeenteraadsverkiezingen in Nederland. Dus wel wat verplaatsingen hier en dus ook wel in de dorpen. Even in beeld het stadhuis hier en dan ook de gemeentewinkel, het witte gebouw. Ja, vandaag is er geen markt, dat is op maandag en donderdag. Hier ook nog even de plaatselijke horeca. Doorstromingsverkeer van de Hensestraat, Winkelstraat. Het is natuurlijk wel nog even rustig in de ochtend en dan rond de middag is het hier vol met volk. Ik hoop nog even de Sint-Willibrord dus van de dichter hier. Hier voor de liefhebbers, een mooi plaatje. Hulst blijft natuurlijk een historische stad. Dat is natuurlijk het interessante voor stadsbezoeken. En op hetzelfde moment wel commercieel, de vele winkels. En dan ook het winkelcentrum. Zo, dat was nog even leuk. De beelden hier van Hulst. Binnenstad, markt. Hier ben ik nog even aan de locatie van de Hensestraat. Zo verder naar de Hensepoort. Dus hier de Hensepoort in zicht, linkerkant. Pracht van een zicht hier. Ik zeg, die hoeken zijn absoluut prachtig. En dan het commerciële gedeelte daar. De linkerkant heb je dan de Lidl. En dan hier de Action in beeld. Het stationsplein, ja, hier ook de horecazaak, Oud-Hulst, dat is het. Ook een voormalige treinstation. Is er ook een geschiedenisbord tussen de treinverbinding dat er vroeger was. Dan hier het winkelcentrum Stationsplein, de Aldi in beeld. De Albert Heijn, dus nog altijd voordelig om in Nederland te komen winkelen, zeker en vast. Maar er zijn bepaalde zaken die interessanter zijn. Even over de grens, dat is altijd zo geweest. Hè. Dat is niet iets nieuws. En dat gaat ook van tanken voor bepaalde mensen. Hè. Het is wel een feit. Het is wel interessant, men kan even vergelijken en combineren. Zo, de Albert Heijn XL van Hulst, mooi in beeld hier. Zou dat eventueel daar de buurtbus zijn? Ik vermoed van wel. Dus de buurtbus komt even om 9 uur, dan om 11 uur en dan in de namiddag zo 1 maal per uur voor een bepaalde route.
Ja, dat is wel degelijk de buurtbus. Het is een nuttig voertuig, maar opnieuw, het zou handig zijn dat er meerdere zijn om ook vogelwaarde te kunnen bedienen in de functie dan van vogelwaarde, winkelcentrum, stationsplein en zo. Ja, het is ondertussen 9 uur. Het is ook de reden dat dat voertuig daar net was, he, want die moet daar zijn even voor 9. Zo goed, het winkelcentrum, stationsplein in beeld. Al veel volk, he, voor 9 uur. Ik zeg, de meeste winkels zijn open tot 21 uur, de supermarkten, de AH tot 22 uur. En deze handelszaken vaak tot 6 uur. Zie, maar het is interessant te combineren, dus verschillende winkels te doen. Zeker in deze tijd. En zo geeft men toch wel de boodschappen die men gewoon is. Hè. Kan men toch wel rustig zijn boodschappen doen. Nog even Karwei Bouwmarkt ook in beeld. Daar heb je ook regelmatig promoties. Te zien op hun website. Van die bonnen van 20% korting op één artikel naar keuze. Maak ik soms ook gebruik van. Bijzonder interessant hier. Dan de Jysk. Hier in de hoek met tuinmeubelen. De Jumbo opnieuw. En dan ga ik ook nog even verder. Nog een beeld. De Carwash aan de linkerkant. Dan heb je daar ook Imsat. Een satellietshop. Wel te zien op een website. De aanbieding in het fitnesscentrum hier. En dan terug de verbinding met de N290. Hè. Dus daar heb je terug de verbinding. Linkerkant dus naar België, nog 5 kilometer naar de grenszone. Dat is ook de reden dat men ja, over de grens gaat. Vele mensen om te tanken, om even bepaalde voeding te gaan kopen. Zoals, het mag gezegd worden, de melk. Maar voor de rest blijft het rustig hier. De algemene boodschappen. Je hebt natuurlijk ook wel regelmatig promoties hier in Nederland van 1 plus 1 gratis of tweede aan halve prijs. En natuurlijk dan blijft alles wel plaatselijk. Hè. Nog een pracht van een beeld hier. Ook belangrijk, hè, zonnepanelen. Heel belangrijk in deze tijd om energie te besparen. Je ziet dat natuurlijk wel hier op die winkelblokken, maar ook meer en meer op de woningen. Bij de dorpen, bijvoorbeeld in Vogelwaarde, ziet men praktisch overal nu zonnepanelen. Ja, het is al redelijk volk voor dat uur. Maar ik ga nog even de richting van de Action. Er is momenteel nog geen vaste vliegroute laat staan, dus men kan naar links gaan, naar rechts gaan. Maar het is wel een feit, naar de toekomst toe, als er meer drones in de lucht zullen zijn, kan het ook wel problemen geven dat men moet opletten dat men geen botsing veroorzaakt. Dus waarschijnlijk dat met bepaalde detectoren zal dat ook wel helpen, maar toch... Dat is wel een feit. Zo nog even de Action in beeld voor de liefhebbers van luchtbeelden. Ja, natuurlijk bijzonder voordelig. Ja, ik vergelijk graag de tarieven. En het, je moet het berekenen op jaarbasis. Je kan misschien zeggen van het is maar 20 cent of maar 30 cent voor iets... Maar uiteindelijk, als je dan op jaarbasis rekent, kom je toch wel vaak aan enkele honderden euro's dat je kan uitsparen op bepaalde zaken. Dus absoluut van belang. Van uitrekenen thuis. Hé. Wat is er voordelig voor jezelf? Zo de locatie van de Lidl ook even in beeld. Ja, Nederland is nu wel heeft een hogere basistarief van melk. Het heeft niet te maken met de supermarkten, maar natuurlijk
Het is opvallend als je dan even bij de buren gaat kijken in België, is het een groot verschil. Zo, ik ga hier ook nog een mooie blik geven op Hulst, van deze hoek hier. Dus ook de zone van Hotel Hulst. Hier is er dus ook een hotel. En ja, met een pracht van een zicht op Hulst, natuurlijk niet van deze hoogte, maar iets lager, maar bon, het is wel mooi. Hè? Je ziet hier buitenvesting, binnenvesting. Dus een pracht van een stad om te bezoeken, historisch, boodschappen te doen. Er is de lijnbus ook. Hè? Je hebt ook de lijn 19 van Antwerpen naar Hulst. Dus er zijn wel mogelijkheden op het gebied van toeristisch gebied. Op toeristisch gebied is het wel interessant. Hè? De activiteiten die worden georganiseerd in Hulst. Er is toch wel een beetje van alles. Ja, ik ben natuurlijk wel zelf voorstander voor een grotere mobiliteitsnetwerk, algemeen openbaar vervoer. Dat is natuurlijk wel het lastige eraan. Dus een uitbreiding van het openbaar vervoer en andere zaken niet. Ja, ik vermoed dat er nu bepaalde zullen zeggen, waar is de bierkaai? Ik heb de bierkaai helemaal niet vergeten. Dus de bierkaai, even hier in beeld, dus de locatie van de nieuwe bioscoop Koning van Engeland. Bestaande bioscoop van vroeger, nu een pop-up. En dus hier dan de locatie dus die, waar dat de bouw bezig is. Kijken waar dat de kraan staan en zo. Ook bij het vliegen moet men goed uitkijken op het gebied van de windrichting, de hoogte van bepaalde werken die kunnen bezig zijn hier, zoals deze kraan. Zo'n mooi beeld hier op de Koning van Engeland aan de bierkaai van Hulst. Een pracht van een locatie. En ook appartementen die zullen gebouwd worden. Blokken hier aan de rechterkant. Dan ook hier vernieuwingen die zullen komen. Hier nog een mooie blik op de bierkaai. Absoluut prachtig. Zo, beste mensen, ik ga mijn route vervolgen nu. Hier heb je ook even in beeld, dat is ook een blok die gezet geweest is enkele jaren terug. Het zijn wel mooie appartementen en het is in het centrum gelegen. Hè. Dat is natuurlijk wel het voordeel. Je hebt dus het winkelcentrum van Hulst, ja, op 5 minuten fietsen, nog niet. Alles bij de hand en je hebt dus ook toegang tot Hulst busstation om eventueel de lijnbus te nemen naar België. De lijn 19. Dus het heeft wel voordelen. Hè. Zien we enkele prachtige beelden. Zo nog een blik hier. Ja, het weer is niet zo helder, maar bon, het valt wel mee. Dus ik vond het ook nog wel even leuk om op vandaag die beelden te maken. Allee, op 16 maart. Hè. Zo, beste mensen, dat was het. Ik ga eindigen hier. Met dit mooie plaatje over de stad Hulst. Ik zou zeggen, tot later, tot meer.